President Chandrika Prasad Santokhi heeft vanmiddag in de Nationale Assemblée opgeroepen tot het houden van dialoog. Het was de eerste vergadering na de demonstraties van afgelopen vrijdag 17 februari, waarbij het parlementsgebouw is vernield. Het staatshoofd resumeerde aan het parlement wat er zich de afgelopen dagen heeft voorgedaan en zei dat de calamiteiten van zeer ernstige aard zijn geweest. President Santokhi zei verder dat de regering al vanaf het begin heeft geluisterd naar de oproep van de samenleving om over te gaan tot dialoog. Het proces hiertoe was al ingezet. We gaan het komende dagen intensiveren. Naar alle betrokken partijen en stakeholders. Ook naar de verschillende wijken, de buurten, de zwakke buurten. Kansarme buurten gaan we dialoog inzetten, meneer de voorzitter. En natuurlijk gaan we samen kijken naar maatregelen die we moeten treffen om verlichting te brengen in die delen van de samenleving die verlichting nodig hebben. Waarmee we al bezig zijn met ons sociaal programma, meneer de voorzitter. Waarmee we al bezig zijn met onze subjectsubsidie. Waar de betalingen nu al plaatsvinden, maar het zal geïntensiveerd worden, mede tegen de achtergrond van de ontwikkelingen vanaf 17 februari. En we zullen overleg voeren met alle daarvoor in aankomende organisaties in Suriname. Meneer de voorzitter, op basis daarvan aanpassingen te plegen ook. Daar waar het beleid aangepast moet worden, met name naar het sociaal programma. Naar zeggen van president Santokhi gaat de regering terug naar de basisconstitutionele regels en principes voor wat betreft de orde en veiligheid bij demonstraties. Dit zal samen met alle organisaties die wensen te demonstreren goed worden besproken en iedereen wordt op het hart gedrukt zich aan de regels te houden. De president gaf aan de diverse ondernemingen die slachtoffer zijn geworden van de vernielingen en plunderingen vandaag te zullen bezoeken.